Goedemorgen, heren. Morgen. Zeg, houden we nog een beetje vol, Erwin? Dat zout bij Zuidwest. Het is best inspannend, geloof ik, hè? Het is heel inspannend en ik ben niet de beste slaper van het gezelschap. Dus vaak veel te vroeg wakker. En gisteren stortte ik echt zwaar in, gisteravond. Maar, als je dan 's ochtends wakker wordt... En we hadden vanochtend wat last van Serendipity. Er blijkt Donny Osmond, voor de ouderen onder u, van de belangrijke band die Osmonds, blijkt hier een talk te geven. Kijken wat het... Donny Osmond. En toen dacht ik, Los Crazy Donny. Horses, mijn allereerste singeltje. Even kijken hoor, die zoek ik even op voor je. Heb gekocht bij Romp in Nieuwkoop. Platenzaak waar ik elke week ging kijken in de nieuwe top 40, wat er nu weer uit was. Een paar gespaarde guldens kon ik deze single van kopen en kon ik mijn zussen gek meemaken. En dat geeft energie, dus daar, sinds Crazy Horses heb ik er weer helemaal zin in vandaag. En dan ga je gewoon eten. Tuurlijk, dat moet geweest zijn. Op de foto met Crazy Horses, met Donny Osmond. Serieus, is dit nou de Serendipity waar South by Southwest zo bekend om staat? Want dat zeggen ze wel eens, hè? Ja, feitelijk wel natuurlijk. Je komt op dingen waar je niet naar op zoek was. En dat is bij het binnenlopen van panels natuurlijk ook zo. Ja, je treft onderwerpen waar je niet naar op zoek was. Je praat erdoor over met mensen die je tegenkomt. Die hebben weer wat meegemaakt. En ja, aan het eind van de rit word je zo een klein beetje wijzer. Ja, en de muziek begint nu ook. Daar blijf jij ook voor. Wij blijven daarvoor, moet ik zeggen. Voegt dat wat toe? Wordt het een ander festival vanaf vandaag? Wat een compleet ander festival. Kijk, wij zitten hier nu in ons Airbnb-huis. Maar een aantal jaar geleden zaten we een paar keer bij het Hilton, in het Hilton Hotel. En dan zie je van de ene op de andere dag het publiek totaal veranderen. De start-ups, zeg maar, die willen er wel een klein beetje losjes uitzien. Maar het lukt ze net niet helemaal, zeg maar. En dan ineens komen er... Ja, weet je wel, de rockartiesten meer binnen haar. Met een gitaar. Meer haar, hè, vooral, ja. Haar, ja. Haar op allerlei plekken. Ja. Veel ook. Ja. Ja. Ik heb een beetje ingewikkeld licht, want de zon schijnt alweer lekker naar binnen. Michiel Buitelaar. Ja. Even terug naar gisteren. Wat voor dag had je en wat is je opgevallen? Nou, ik had qua interactive, zoals dat dan heet, het digitale deel, had ik een vrij stille dag. Want ik had ten eerste, ik moest wat werken. Dat moet soms ook. En ik heb me laten afleiden door een paar filmachtige dingen. Dus ik heb twee documentaires gezien. Het interactive, wat ik nog heb meegemaakt, was eentje. Dat ging, was een van de 100.000 dingen waar AI in de titel voorkwam. Dat heette Next Gen Artificial Intelligence. Dat vond ik matig. En mijn buurman hier en ik zijn samen naar iets over bots gegaan. Waar dat ook wel leidt aan enige titelinflatie. Bijna alles heeft wel AI of bot in zich, laat maar zeggen. Ik heb ook wel serieus gelul gehoord over bots, maar dit was wel goed gelul. Hier hebben we allebei wel iets van opgestoken. Dit ging met name over wat er gebeurt op Facebook Messenger als platform en wat mensen daar wel of niet op kunnen gaan doen. Ik denk dat het allemaal nog relatief in de beginfase staat. Dat er ook een paar dingen vreselijk misgaan. Maar ik denk dat er ook een paar hele boeiende dingen al zichtbaar zijn. En dat, laat ik zeggen, conversationele interfaces, dat vind ik een betere naam, dat voor bepaalde toepassingen, voor bepaalde momenten, mensen heel erg waardevolle aanvulling is op wat er al bestaat. En by the way, het gaat niet alleen maar om tekst, dit gaat hier overwegend over tekst, gisteravond, gistermorgen ook, maar ik denk dat de voice kant ervan, dus Alexa-achtige dingen, nog een beetje wordt overgeslagen. Maar dat conversationele interfaces heel waardevol en krachtig zijn, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, zeker. Mee eens, Michiel? Ja, zeker mee eens. Het is, als je in een bot kan invoeren, ik wil graag een vliegticket voor morgen van Austin naar San Francisco, dan is dat heel weinig werk. Dan is dat veel minder werk dan in een interface, allemaal dingetjes gaan zitten aanklikken morgen en waar vandaan en pull-downtjes en gezeik. Dus dat, dat zie ik wel, dat gaat gebeuren. En hoe moeten we dat zien in relatie tot bijvoorbeeld de chat als interface, wat hier vorig jaar echt een big thing was, hè? Ja, dat is dit eigenlijk inderdaad. Ja. Typ het in een chat.
Wat nu nieuw is, is dat je vaak, als je het niet precies weet, hè, je stelt een vraag en hij wordt niet helemaal goed begrepen. Wat je nu heel vaak ziet, is dat er een aantal van die buttentjes bij komen met bedoel je dit of bedoel je dit? Het wordt een beetje guided chat. Je kan het onder andere vergelijken met een app. Eentje die ik me van gisteren herinner, weet je, in de afdeling iets wat vrolijke retoriek. Maar goed, dat werkt wel soms. Een app komt eerder in de buurt van een huwelijk, een marriage. En iets met bots doen, dat komt meer in de buurt van dating. Je kunt een heleboel threads naast elkaar hebben over verschillende onderwerpen. En je kunt heel makkelijk van thread naar thread springen. Terwijl echt een app downloaden, aanzetten, daarin duiken, dat is veel dwingender. En de meeste mensen kunnen gewoon niet meer aan dan een paar apps in hun leven. Iedereen heeft er 100 op zijn apparaat staan, maar 85% van de tijd steek je in die 5 of die 6 apps. Dat geldt voor nagenoeg iedereen. Enfin, daar zit ook een element van chat-achtige mechanismen in, chat-interfaces, die het veel makkelijker maken om een heleboel dingen tegelijk af te wikkelen, denk ik. Zo, daar werd ook over gepraat, ook over dat met name door jongeren wordt dat ook anders gebruikt. Nou, kan ik uren over vertellen. Er is van alles aan het gebeuren. Gaat komen. En dan de wat bredere vraag. Hè. Ik heb net eventjes voor onze dagelijkse nieuwsbrief alle sessies waar AI of Artificial Intelligence in voorkomt op een rijtje gezet. Dat zijn er meer dan 40. Hebben we hier dan te maken met een serieuze bullshit bingo? Of gaat dit echt ergens over in de zin van, is dit nou de volgende industriële revolutie die Kevin Kelly volgens mij al heeft aangekondigd? Iemand hierover? Nee, ja, we kijken allemaal naar Michiel. Ja, ik denk dat er heel veel dingen nu fundamenteel op een andere manier zullen gaan. En ik denk dat we echt enorm kunnen worden geholpen door een AI op heel veel verschillende gebieden. Hè. Bijvoorbeeld doordat je er gewoon met tekst iets kan intypen of dat je iets kan zeggen. En dat het systeem ook begrijpt wat voor gevoel er bij jou bij zit. Hè? Heb je haast of ben je boos of zo? Dat zijn nuances die ze er ook al kunnen uithalen. Dus ja, ik denk dat heel veel dingen zal verbeteren en stroomlijnen waar we nu af en toe een beetje gek van worden. Tegelijkertijd heb ik ook wel af en toe een tegengeluid gehoord. Want bij die bots bijvoorbeeld werd gezegd, AI, ja, dat hoeft ook niet altijd hoor. Je kan ook gewoon kijken naar welke woordjes iemand gebruikt. En er één woordje uitprikken. Ja, als iemand een zin typt met saldo erin, nou, dan zal je wel zo'n saldo willen weten. Ja. En een andere leuke sessie die ik zag ging over sport. Over die apps die helpen tijdens het trainen. Daar werd ook van gezegd, ja, dan gaan mensen eigenlijk te veel op de cijfertjes vertrouwen. En ze moeten ook heel goed leren om te luisteren naar een lichaam. Als die smartwatch zegt, je moet naar zone 4, je moet harder, maar je bent een beetje ziek en je hebt slecht geslapen, dan moet je toch meer naar jezelf luisteren dan naar die technologie. Zo is maar dan de grote woorden, de volgende industriële revolutie? Nou, ik denk dat al een paar jaar bekend is dat er wel grote dingen staan te gebeuren. Ik heb dat boek van Brynjolfsson en McAfee destijds gelezen, The Second Machine Age. Ja. Er staat wel iets groots te gebeuren, maar goed, ik ga het niet al te zwaar maken op deze vroege ochtend. Ik heb ook het boek gelezen van Robert Gordon, niet de uitstekende gitarist Robert Gordon, maar de wetenschapper Robert Gordon, over the rise and fall of American productivity. En dat die beweert dat het allemaal wel meevalt. Maar goed, ik denk dat, ook voortgaand op wat Michiel zegt, dat software heel veel slimmer wordt. Echt heel veel slimmer, niet een beetje slimmer, maar dat het versnelt, daar ben ik van overtuigd. En dat de komende jaren vrij grote effecten gaat hebben, daar ben ik ook redelijk zeker van. En dus dat er nog steeds ruimte is voor alle andere toepassingen en voor het samenwerken van slimme mensen en slimme software, ja, dat weet ik ook. Maar daarom ga ik vandaag naar een sessie over AI therapists en of die het ook af en toe fout hebben. Want dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag, dat als die AI-bot mij inmiddels verteld heeft dat ik een borderline-syndroom heb, moet ik me ook wel eens afvragen of dat allemaal nog klopt en of ik dat wel een beetje kan controleren. Dus dat is een vraag. Ja, die mengt dan ook geautomatiseerde medicijnen al door je drinkwater. Nee, dat zou wel kunnen, ja. Ik denk dat dat al gebeurd is. Zijn de veranderingen merkbaar?
Nou, dat moeten we, zullen we daar straks even over hebben. Erwin, wat ga jij doen vandaag? Nou ja, ik ben even qua serendipity, dus daar wil ik toch meteen even mee afsluiten. Ik ben even bij Rob, nu even bij Robert Gordon beland op Spotify. Ja, dus, ja, zullen we daarbij houden gewoon? Ja. Ja. Mooi toch?